Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag bespreken we weer een nieuwe suggestie, namelijk BetaBed. Ik vind het persoonlijk een hele interessante chart. Uh, ik verwacht ook dat ik het redelijk really kort kan houden, maar goed, ik heb het al vaker gezegd en is het helemaal niet kort. Dus uh, laten we dus maar direct gaan beginnen na de intro. Oké okay dan, BetaBed. Uh, op de eerste oogopslag. Lijkt het niet zo heel dus Lijkt het niet zo heel bijzonders. Want eigenlijk hebben we gewoon uh, als we het op de hele lange termijn bekijken, hebben we gewoon een um, lagere low gemaakt. En dat was in uh, 2020, en dat was hier in 2003. Dus in principe in 17 jaar heeft het aandeel het voor elkaar gekregen om een lagere low te maken. Um, dat is over het algemeen een best wel bearish signaal. Als je het aan mij zou vragen. Maar ik denk ook dat we iets heel vergelijkbaars hebben. Met deze structuur hier. En ik word een beetje afgeleid door mijn telefoon. Dus ik doe de notificaties uit. En ik, ik denk dat we tegen iets aankijken. Wat heel erg lijkt op de, op de structuur hier. Namelijk, we hebben hier best wel een forse daling. Een scherpe daling. Laat ik hem ook direct voor de grap gaan meten. Um, hoe scherp het was: 80%. Uh, dus dat is in principe best wel interessant. Hier hebben we dus ook eerst dat we hier gaan stijgen, hebben we hier ook gedaan en daarna kwestie hierna hard naar beneden. Dus ik wil eigenlijk vanaf dit punt hier wil ik ook gaan meten en dit was, bij, dit was bijna uh, 96 procent. Dat verbaast mij enorm. Um, dat is gewoon extreem veel. Maar de manier waarop die hier naar beneden ging lijkt gewoon extreem veel op deze. Want kijk, we hebben hier een dus hier vind ik gewoon enorm veel lijken op de, op de structuur die we hier hebben gevormd. En de periode daarvoor. Uh, deze daling hier vind ik heel erg lijken op deze. Dus ik denk dat we een soort van uh, een vergelijkbare chart pattern op dit moment aan het maken zijn. En ook uh, misschien al dat hij voor de helft of dat hij al bijna op het eind is. Of op zijn minst, dat we op dit punt hier zitten, vergelijkbaar. Maar goed, dat wil ik dus gewoon even gaan highlighten. Uh, dat is in principe niet zo heel relevant, maar het is op zich best wel uh, merkwaardig dat het is gebeurd. Waar ik voornamelijk op wil gaan letten, is gewoon een paar dingen die we feitelijk kunnen meten. Dat is uiteindelijk het belangrijkste technische analyse. En dat is dus ten eerste een bullish divergence op de RSI die we te pakken hebben. Dus we hebben een daling in prijs hier terwijl we een stijging op de RSI hebben. Dus ik denk dat dit sowieso de bodem is geweest. Het is inmiddels denk ik ook overduidelijk uh, gezien die zo hard is gestegen. Uh, bijna keer 10 is dit aandeel gegaan. Uh, dus dat is ook best wel enorm indrukwekkend. Dus we hebben deze bonus divergence. En de manier waarop de prijs zich nu omhoog beweegt is ook gewoon hartstikke bollies, dus want we hebben dus namelijk telkens in deze uptrend wordt van vorige resistance, wordt dus nieuwe support gemaakt. Vormt hier weer een mooie nieuwe cup, net zoals we hier een mooie nieuwe cup hebben gevormd. En dan hebben we weer hier resistance. En dan weer dus ook weer support. Dus hebben we hier ook weer een cupping-formatie. En dan gaan we hier dus nu weer verder. Dus nu is dan eigenlijk de vraag: wat is de volgende resistance waar we dus weer zo'n nieuwe cupping kunnen gaan verwachten? Of misschien wel een kleine correctie. Nou, denk ik stiekem dat we daar al tegenaan zitten. Want daarvoor moeten we kijken naar deze periode hier. Waar een stevige support is opgebouwd. Dus ik denk dat deze oude support hier ook een uh, nieuwe resistance gaat worden. Dus ik denk, uh, of ik verwacht eigenlijk. Dat we te maken hebben met de support of resistance zone. En ik denk dan ook dat dit een van de meest belangrijke resistance zones is um, die de prijs kan meemaken. Zoals we hier kunnen zien, is het bovenste deel is dus al aangeraakt op de weekly chart. We volgen maar op de daily chart nu blijkbaar een flag. En ik zeg blijkbaar omdat ik nog niet eerder naar de daily chart heb gekeken. Maar dat is ook wel interessant om op te merken. Dus voor het geval dit te snel gaat, ik weet niet of ik altijd te snel ga. Uh, wat hebben we dus nu? Waar zitten ze dus nu tegenaan te kijken? Dus we hebben hier onze bullish Divergence gehad. Daardoor ging de prijs dus keer 10. En in die keer 10 movement omhoog, zeggen we dus telkens dat van oude resistance, nieuwe support werd gemaakt. En dan hebben we nu gekeken naar wat de, oude, uh, wat de nieuwe resistance zone zou zijn. En dat is dus hier waar oude support was. Nou, we kunnen dus ook zien dat hier in de prijs dat het inderdaad uh, resistance is. Als we heel precies willen meten, kunnen we de lijn dus naar beneden pullen. Zodat deze wick wordt aangeraakt. En nu zitten we eigenlijk best wel in een mooie gestructureerde bull flag. Dus dat vind ik ook wel hartstikke positief om te zien. RSI. Kan denk ik best wel genegeerd worden, zoals we hier kunnen zien in deze hele run-up. Um, zat hij best wel vaak in overbought, dus ik denk niet dat we daar de focus op moeten gaan leggen. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar de pure structuur van de markt. En ik denk gewoon dat hij op dit moment een mooie bolvlek aan het vormen is. Net zoals dat we dat uh, hier ook zagen. En dus hier hadden we ook weer een hele mooie bolvlek. Um, kunnen we dat nog ergens anders zien in de prijs? Ja zeker, want als we hier nog naartoe gaan kijken zien we ook een mooie bull of een uh, pennant of hoe je het ook eigenlijk maar zou noemen en we zien dus eigenlijk dat dat een terugkerend thema is hier in de prijs dus ik verwacht ook dat uh, deze positief zou uitbreken um, zo niet verwacht ik een dubbele top maar dat is nog te vroeg om te zeggen maar ik denk sowieso uh, dat hij hier positief uit gaat breken dus de eerste target zit dan weer op 9 euro 16 of 9 euro 15 lijkt me veel mooier getal voor het geval dat deze resistance gaat breken, um, denk ik dat, verwacht ik, dat de volgende resistance hier rechts zou zitten. Nou, ik heb deze lijn, heb ik best wel snel en grof uh, getekend. Hij is waarschijnlijk ook niet heel accuraat. Um, Alcuraat als hij, en hij zal waarschijnlijk niet stoppen op die lijn. Maar ik denk dat dit een mooie richtlijn is, letterlijk een richtlijn is van waar we de, van waar we de prijs kunnen verwachten als 9,15 euro uitbreekt. Maar voor nu. Verwacht ik op zijn minst dat deze bolvraag uitbreekt? Dan moeten we nog even gaan kijken of er een dubbele top gaat komen. Um, en als die er niet komt, denk ik dat de nieuwe target ongeveer rond de 13 euro of 14 euro zou liggen voor Peterbed. Nou, dit is dus eigenlijk alles wat ik gezegd wilde hebben over Peterbed. Uh, ik hoop dus dat het niet te snel was. Ik hoop dat het duidelijk was geweest. Want uh, voor mijn gevoel ging ik het nog wel re redelijk snel doorheen. Uh, laat me weten in de comments. Ik ben oprecht benieuwd naar feedback. Um, uh, nou, hoe het bijvoorbeeld beter kan. Dus uh, laat me dat weten. Um, abonneer als je meer van dit content wil. En dan graag tot de volgende video.